Ja, ik sta hier naast Jan Bartelsman, een foodfotograaf, een bekende en werkt met veel bekende namen ook in het vak van food. Zeker. En je hebt een aantal boeken met ze gemaakt. Zeker ook. Waar is die passie ontstaan? Nou, al van heel lang geleden. Ik had vroeger zelf een restaurantje toen ik student was, kookte ik voor studenten en ik werkte in een macrobiotisch voedselwinkeltje. Dus dat ben ik gaan combineren met fotografie en toen kwam ik op een gegeven moment Johnny Boer tegen van de Libreye, die toen nog geen sterren had. En toen ben ik alle kookboeken voor hem gaan maken. Bijzonder. En, en eigenlijk vanaf die tijd fotografeer ik eten, drinken en alles wat met gastvrijheid te maken heeft. Ik zie tegenwoordig zoveel mooie en minder mooie foto's op social media van food. Ja. Heb jij nou voor ons iets waar je zegt, dat moet je ook niet meer doen als je een foto maakt, let daarop. Ja, wat je absoluut niet moet doen, is dat je de flits van je telefoon gebruikt. Want dan, die moet uit, bedoel je? Ja, de flits moet uit, want heel veel bekende foodbloggers maken die fout. Ja. En dan kan een gerecht van een 3-sterren restaurant lijken op diarree. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat wil je niet. Oké, dus geen flits, maar andere tips. Moet je van de zijkant, bovenkant? Nou ja, wat heel belangrijk is licht. Dat dingen niet veel te donker zijn. Dus bijvoorbeeld als je in een restaurant zit en het licht is vaak dan heel donker. Dan kan je je vaccinelichtje pakken. Oh, bijvoorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld hier dat het brood heel donker is. Kijk, dan zie je dat het al heel mooi wordt opgelicht. En als je dan de foto maakt, en als je met z'n tweeën bent, is het nog makkelijker. Kan iemand het vaccinelichtje vasthouden, maar in je eentje kan het ook nog wel. Maar dat soort dingen helpen. Dan kan je nog een servet erbij pakken, bijvoorbeeld een wit servet. En dan laat je het licht van boven laat je weer kaatsen op het servet, zo op het gerecht. Echt. Dus dat soort dingen zijn allemaal. Dat helpt. Nou, licht is belangrijk. Goede tips. Ik ga zo meteen de keuken in. Eens even kijken hoe ze daar bezig zijn. En dan ga ik het gerecht fotograferen. En als we nog meer tips hebben. Ik heb er honderden. Honderden? Honderden. Oké, ga snel naar onze site om te zien wat Jan nog meer voor tips heeft.